Jij kan me geen QR-code laten in zien. In een gebouw hoef je geen QR-code te laten zien. Peter, hoeft niet. Alleen bij toegang. En de minister heeft gezegd, essentiële locaties moeten toegang hebben. Peter, en ik vind de democratie een essentiële locatie. En ik wil niet uitgesloten worden. Er komt even meneer heel vervelend doen. Ogenblikje. Nee, ik ben... Je bent niet uitgenodigd. Nee, maar we zitten midden in een gesprek, dus het is niet zo. Meneer Verstegen, we hadden een afgesproken... U bent uitgenodigd, er was afgesproken dat er QR-controles zijn. Dus helaas is niet wat wij hadden afgesproken, de deur dicht gedaan. Dus u hebt als u nu een QR-code... Het is testen bij toegang, Herman. Ik heb geen test gezien. Ik ben gewoon uitgenodigd. Daarom... Ik maak recht van de democratie om hier te zijn. Peter, als ik even mag, als je me nu een QR-code kunt laten zien, mag je blijven staan. Kun je die niet laten zien, dan ga ik je toch vragen te vertrekken. Ik heb ze... Oké. Okay. Herman, je kent me. Ik ben iemand die gedegen onderzoek doet. Ja. Ik heb zojuist mijn advocaat gesproken. In een gebouw mag je geen QR-code vragen. Het is testen bij toegang. Ik ga de discussie met jou niet aan. Ik wil dat je gaat. Ik ga graag in debat. Nee, je krijgt geen debat. We hebben afgesproken mensen met QR-code. Jij kan me geen QR-code laten zien. In een gebouw hoef je geen QR-code te laten zien. Peter, of niet? Alleen bij toegang. En de minister heeft gezegd, essentiële... locaties moeten toegang hebben. Peter, en ik vind de democratie een essentiële locatie. En ik wil niet uitgesloten worden. Dit is een horeca-gelegenheid. Ik kom geen biertje drinken. Ik beloof geen bier te drinken. Ik word niet gevaarlijk. Peter, ik vraag je nu te vertrekken. Als je niet zelf je bent niet de beheerder van het gebouw. Dan ga ik er hulp bij vragen en dan gaan we het zo doen. Dan moet de beheerder van het gebouw mee komen verwijderen. Nee, ben je de beheerder? Ja. Nee. Ja, dat ben ik wel. Ben je de beheerder? Kun je dat aantonen?